Gebruikte spullen verkopen, dat kan tegenwoordig in Den Bosch bij Used Products. Ik heb een mobieltje en ik ga even kijken wat het gaat opbrengen. Ik zie hier al heel wat spulletjes staan en ik zou heel graag willen weten hoe dit precies werkt. En dat gaan we even vragen aan André. André, ik heb een mobieltje in de aanbieding. Ja, ik zie het. Wat voor type is dat? Dat is een volgens mij een BlackBerry Curve. Een BlackBerry Curve. Mag ik even kijken, Phil? Ja. En wat wil je daarmee even doen? Wil je hem verkopen of zo? Of? Nou, wat zijn mijn mogelijkheden bij jullie? Je kan hem verkopen aan ons, of eventueel op terugkoop zetten, of drop-off. En wat is dat? Leg eens uit. Op terugkoop, dan verkoop je hem eigenlijk aan onder voorbouw. Verkoop je eigenlijk je telefoon aan ons. Dan krijg je dus een contract van 28 dagen. En het contract van 28 dagen, als dat verlopen is, zeg maar, dan komt het te vervallen eventueel. En dan bieden wij te koop aan in de winkel, maar kom je het dus op tijd terugkopen. Dan betaal je dus een beetje opslag en administratiekosten aan ons. En dan kan je dus je eigen mobiel weer terugkopen. En dan heb je toch even tijdelijk wat geld in handen, zeg maar. En moet ik dan denken aan hele grote kosten om hem weer terug te kopen? Of wat, waar denk ik dan aan? Ja, je krijgt van mij bijvoorbeeld een bedrag te horen. Ik noem maar even wat, bijvoorbeeld €50. Mag je dus, krijg je van ons, zeg maar. Dan betaal je dus €60 betaal je uiteindelijk terug. Dus een tientje komt erbij, zeg maar. Voor de opslag en administratiekosten. En dan mag je hem dus weer terugkopen, je BlackBerry, zeg maar, je telefoon. En dan heb je tijdelijk even wat geld in handen. Maar ik geef wel een bedrag. Mag eventueel ook wat meer. Mag je ook zeg maar, een soort vorm van lenen, zeg maar. Van ons krijgen. Maar ja, als je dat, als je zegt €50 is genoeg, dan kan je daar toch eventjes je dingen mee doen. Je boodschap of je dergelijks, of weet ik van wat. En de andere opties die je hebt hier? We hebben ook nog een drop-off functie. Hebben we ook nog. Dus dat betekent dat als jij toch wat meer geld wil hebben dan ik jou kan bieden, zeg maar, als je wil verkopen aan ons, dan gaan wij het product voor jou verkopen. Het product. Als het dan verkocht is, zeg maar, dan bellen we jou op. En dan krijg je dus zoveel percentages voor jou en zoveel percentages voor ons. Maar dan heb je dus een wat hoger percentage dan als we het eventueel gelijk direct inkopen van jou, zeg maar. Dus ik verkoop het voor jou. Ja, dus ik krijg pas mijn geld als het ook echt verkocht is. Als het verkocht is, ja. Dus als je zegt, ik heb niet gelijk geld nodig en ik heb het, ik wil het niet, zelf niet op marktplaats aanbieden, dan kan je het dus bij ons gewoon drop-off, zeg maar, neerzetten. En als ik die nu met jullie in onderhandeling wil gaan, wat hebben jullie dan allemaal van mij nodig voor gegevens? Een legitimatie hebben we altijd nodig in verband met heling en zo. Dat proberen we te voorkomen uiteraard. Dus iedereen die hier komt, die wordt eenmalig ingeschreven, zeg maar, met legitimatie, rijbewijs, paspoort of je Nederlandse identiteitskaart. En dat is wel verplicht, minimaal. Dus dat hebben we nodig. Wat krijgen jullie zo al binnen? Wat hebben jullie opmerkelijke stukken ooit binnengekregen? We zijn nog niet zo heel lang open. We hebben wel aparte dingen binnen. We hebben veel studioapparatuur en mengpanelen hebben wij. Van alles. Echt van alles komt hier binnen. Dus allerlei elektronica, aanverwante artikelen. DVD-films hebben we ook. 5 films voor €10. Dus ja, je kan alle kanten uit bij ons. En hoe is dit ontstaan? Is dit bedrijf een reeds bestaand bedrijf? Het is een franchise-organisatie. We bestaan sinds 1997, zeg maar. Dus dat komt vanuit Amsterdam vandaan. Die hebben een hele keten aan het opzetten momenteel. Dus we hebben nu bijna 29 winkels. Ook 2 in België nou momenteel. En dat loopt heel aardig. Dus dat gaat goed. Merken jullie nu verschil met een aantal jaar geleden? Aantal jaren geleden, ja. Het is, met de crisis is het wel wat drukker, zeg maar. We houden de prijzen goedkoop en billig, zeg maar. En dus voor iedereen wat wils. Dus voor de volgende koper die bij ons iets, als iets verkocht wordt aan ons, dan verkopen wij toch weer redelijk goedkoop weer door aan de volgende klant. Dus we proberen iedereen een beetje tegemoet te komen, zeg maar, met onze winkels. Dus we proberen ook goedkoper te zijn dan marktplaats, sowieso. Wat gebeurt er nu als een klant een veel hoger bedrag verwacht als wat jullie kunnen aanbieden? Dan mag die klant zelf ja of nee zeggen uiteraard. Hij is niks verplicht. Dus dan zegt die klant, nou, ik vind dat jullie te weinig bieden. Ja, dan is het open handel natuurlijk, het is een vrij land. Dus ja, als hij dan dat niet wil doen, dan mag hij dat product zelf weer meenemen. Dus iedereen, het is gewoon ja of nee. Dus. Ja, dat komt voor. Komt wel eens voor dat ze zeggen, nou, jullie geven te weinig. En dan bieden we dus wel die functie aan van drop-off. Dat zeg ik er altijd bij. Dus sowieso ze zeggen, nou, meneer, u vindt dat het te weinig is. Dan proberen we het product voor u te verkopen, een beetje in de prijsklasse waarvoor u het graag wilt verkopen. Als het dan verkocht is, dan bellen we op. En soms hebben mensen daar geen geduld voor of zo. Die gaan het dan toch proberen elders misschien een keertje eerder te verkopen. Maar de meeste mensen, 80-90%, die maken toch wel gebruik van onze optie, zeg maar. En als het product binnenkomt, wat doen jullie dan? Wat checken jullie het? We proberen zo goed mogelijk te checken dat het helemaal functioneert, zeg maar. En daarna testen we het nog een keertje wat uitgebreider. En wordt het helemaal gereinigd. En dan zetten we het in de winkel. Om te voorkomen dus dat er toch nog technische problemen zijn, dan geven we dus op al onze producten 1 maand garantie. En wat voor mensen komen hier nu binnen? Iedereen. Allerlei soorten en maten. Iedereen komt hier naar binnen. Maakt niet vanaf. Mensen met geld, mensen zonder geld. Iedereen.